We hebben natuurlijk met elkaar in de regio de afgelopen periode besluiten genomen over bijvoorbeeld de regionale energiestrategie. Over een strategie op mobiliteit, bedrijventerreinenstrategie. En waar we de komende tijd aan willen gaan werken is van wat betekent nu die regionale opgave die we hebben? Wat betekent dat nu voor zoete wouden? Om met elkaar daarin de juiste keuzes te maken. Waar zitten de kansen, maar waar zitten ook de bedreigingen? En daarbij onze kernwaarde groenwijds ondernemend en sociaal als, als, als richting te kunnen gebruiken en ook op basis daarvan de goede keuzes te gaan maken. In de afgelopen jaren is het gelukkig zeker goed gegaan en hebben we mooie reserves kunnen opbouwen. Uh, je kan nu zien dat door de groei van de gemeente met het aantal inwoners, maar ook met alle regionale opgaven en de dingen die vanuit de Rijksoverheid uh, onze kant opkomen, we toch wat, uh, wat meer moeten kijken van hoe gaan we het financieel uh, Rondbreien en juist daar helpen op dit moment die reserves van de afgelopen jaren goed bij om de gaten die er vallen financieel gezien om die te kunnen dichten. Um, ook op het personeelsvlak gaat de gemeente wat geld uitgeven en dan bedoel ik hun eigen personeel. Waarom is dat nodig? Ik noemde net al even de, de toegenomen werkdruk. Door alles wat er op het bordje van de gemeente en van de medewerkers ligt. En wij hebben gemeend om als college te zeggen van ja, we moeten daar wat mee, we willen daar wat mee. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers die nu aan het werk zijn, ook hun werk kunnen blijven doen. En zodat we ook toegericht zijn of toegespitst zijn op de organisatie van de, van de toekomst. Dat het werk gedaan wordt, dat het goed verdeeld wordt en uh, dat de, de, de overbelasting die er bij een aantal mensen nu dreigt, dat, die, uh, ja, dat we daar een, uh, een stokje voor steken. Maar de gemeente heeft de afgelopen jaren juist uh, externe mensen ingehuurd. Heeft dat niet uh, tot een oplossing geleid? Dat heeft deels tot een oplossing geleid. Alleen je ziet dat naast het inhuren van mensen. Bijvoorbeeld omdat functies gewoon niet goed te vervullen zijn, omdat de markt heel erg krap is uh, als je mensen zoekt, uh, ook nog eens een keer het werk blijft toenemen. Dus dan is vervolgens de vraag met elkaar: van, hey, blijf je alles extern invullen of ga je ook die vaste schaal verder uh, verstevigen en robuuster maken. En we hebben als college daarvoor gekozen om in ieder geval een aantal stappen te zetten. Maar we zijn ook bezig met een uh, organisatiescan. En... Gaan we ook de komende periode met de raad het gesprek aan over een meer definitieve invulling daarvan. Onder andere in de grote bolder gaat er heel wat gebeuren. Het bedrijventerrein. Wat zijn de plannen? Nou, praktisch iets wat er moet gaan gebeuren de komende tijd is dat het asfalt vervangen gaat, gaat worden. Nou, en juist omdat we het integraal aanpakken de afgelopen periode en dat ook willen blijven doen, kijken we dus naast die vervanging ook van wat kunnen we met de fietsstroken? Kunnen we die verhoogd aanleggen? Wat kunnen we doen met klimaatadaptatie, rio loskoppelen, waterberging? En daar wordt dus een project van gemaakt, althans dat is het voorstel aan de Raad, om dat verder voor te bereiden en uit te gaan zoeken, zodat werk met werk gemaakt kan worden en het in één totaalplaatje opgepakt kan worden. Er komen extra restafvalcontainers. En dat is om kosten te besparen. Hoe werkt dat? Je zou zeggen van hé, hey, hoe zit dat? Die vraag stel je ook. De Containers die werken zo dat op het moment dat de container tot een bepaald percentage gevuld is, dat er een signaal afgegeven wordt van hey, kom die containers leeg. En de bedoeling is doordat er containers bij gaan komen, dat dat ook. Afval wat meer verdeeld gaat worden over die containers, waardoor ze minder snel vol zitten en dus ook minder snel dat signaal gegeven wordt, juist voor die containers die het eerste vol zitten, waarbij een hele route gereden gaat, uh, gaat worden uh, om die druk wat, uh, wat te verdelen en daardoor dus uh, ja, betere capaciteit qua, uh, qua opvang van, uh, van dat restafval te krijgen. Ja, nou die, staan die containers pas twee jaar. Ik neem aan dat er vooraf een vlekkenplan plan gemaakt is en nagedacht is waar ze moesten komen. Wel gek dat er binnen zo'n korte tijd al extra containers nodig zijn. Zijn ze op de verkeerde plekken aangelegd of zijn ze te klein? Of zijn de zoete Woudenaren op andere plekken afval gaan weggooien dan de gemeente had gedacht. Dat laatste, dat, dat weet ik niet. Maar de, de containers waar het nu in ieder geval over gaat, die zijn populair als plekken om daar juist restafval te brengen. Ja, en het idee of het voorstel is om op deze manier daar dan een oplossing voor te zoeken.